Hoi, ik ben Mika en dit is mijn moedertje, de diva herself. Mam, stel je even voor. Ik ben Juliette en ik ben de moeder van Mika. Origineel, dat had ik net nog niet verteld. Maar goed, heel leuk. Nee. Oh, sorry. Dit is echt zo grappig. Als je een gebakje zou zijn... Wat zou je dan zijn? Chocolade truffel. Ik echt elke dag gebakjes. Dat is niet waar. Overal waar we komen, ja. Is een gebakje. We zitten altijd in de mooiste hotels. En overal waar ze eerst heen gaat, is naar de patisserie kijken wat voor gebakjes ze hebben bij de koffie. Ja. En iedere dag, bij haar kopje koffie, moet ze een gebakje rond een uurtje of vier. Ja. Welk gebakje ben je dan? Chocolade truffel. Truffelslagroom. Duurste gebakje, dus dat bedoel ik. Wat voor gebakje ben ik? Ik denk makkapunt. Die zit overal tussenin. dat is een goeie voor jou. Die zit overal. Ben jij bitchy? Ja. Ik weet niet of ik dit wel mag vragen hoor, aan jou. Oh, nou je mag alles vragen. Hoe was je eerste keer? Ja, ik mocht alle vragen beginnen. Ja. Met je grote mond. Ja, hetzelfde als bij iedereen, denk ik. Hoop. Pijnlijk. Nou, pijnlijk wil ik niet zeggen. Je stelt je er een hele hoop van voor. Doodzenuwachtig. Dat was geen sodemieteraar. Als we nou met jou beginnen. De eerste keer dat je met een jongen ging. Dat je met een jongen seks had. Wie was dat? Weet ik niet meer. Oh, wat erg. Waarom heb je voor papa gekozen? Ja, dat is een lastig verhaal. Misschien moet ik dat even uitleggen. Ja. Mijn biologische moeder is overleden toen ik 11 was. Toen is mijn vader, mijn biologische vader, hertrouwd met een andere vrouw. Dat is dus niet deze vrouw. En dit is eigenlijk de moeder van mijn beste vriendinnetje. En die heeft mij toenertijd heel erg opgevangen. Je hebt eigenlijk je hart opengesteld en ik ben gewoon ineens haar derde kind. En ja, je bent eigenlijk al langer mijn moeder dan dat mijn biologische moeder mijn moeder was. Dus heeft... Zij niet voor mijn vader gekozen. Mijn vader is gewoon mijn vader en jij hebt je eigen man. Maar waarom heb je voor die man gekozen? Ja, lief. Een lekker ding. Ja, ook een lekker ding. Ik heb ook mooie kinderen ervan, dus... Ja, ook zo. Ja, en je bent verliefd. Welk kledingstuk van vroeger zou je nooit meer dragen? De hotpants. Gebreid en al. Had jij die aan? Ja, tuurlijk. Hoeveel bedpartners denk jij dat ik heb gehad? Oh, dat wil ik niet weten. Echt niet. Ik bel mijn moeder bij zo'n mama. Ik heb gisteren zulke goede seks gehad. Met drie tegelijk. Ik wil niet horen. Ja, maar mam, je moet naar me luisteren. Ik ben mijn moeder en ik wil het vertellen. Ik moet het kwijt. Nee, ik wil het niet horen. Ik wil het echt niet horen. Van niemand wil ik het horen. Je bent mijn kind. Ik hoef het niet te horen. En toch luister je. Ja, dat moet ook wel, want je vertelt het gewoon. Maar ik vind het niet leuk. Noem eens een getal. Je moet een getal noemen. 20? Oh, dat is zoenig. Ja. Dat is zoenig. Ik wil dat ook niet weten. Nee. Houd dat lekker voor jezelf. Wat dacht jij toen je mij voor het eerst zag? Oh. Nou, weet je nog? Maar dit is dus niet toen ik... Ik ben dus niet uit haar gekomen, dus dat was niet de eerste keer dat ze mij zag. Maar ze zag mij het allereerst toen ik samen met haar dochter, wat nu mijn zus is... op de kapperschool zat, toen zag ze mij voor het eerst. Nou, mam, moet jij dat even vertellen? Heel jong, en toen dacht ik van, ah, die lieverd. En toen zei ik tegen Joyce, zusje dus, zei ik van, ach, wie is dat meisje? Ja, welke griet is dat? Of welke, ja, de Napse Groning, zeg maar. Ja. Wat is dat voor een wiggie? En toen zei ze, mam, dat is een jongen. En toen dacht ik van, ach, die lieverd, die is helemaal de weg kwijt. Die schat, die is helemaal ontspoord. Ik denk, wat een snoepie. En vanaf die dag, jullie gingen toen weg op een kamp, weet ik veel allemaal. Ja, klopt. En toen, vanaf die dag zit je erin. En ben je er nooit weer uit mijn hoofd gegaan ook. Sorry. Oh, dit is wel echt een hele goede afsluiter. Oké. Is er iets waarvan je zou willen dat het anders was tussen ons? Nee. Nee, toch? Nee, niets. Dat vind ik ook niet. Ik hou van je zoals je bent, dat pure, dat... Nee.
Nou, insgelijks. Van wie zou ik het hebben, hè? Ja. Niet van een vreemde. Nee, dat is zo. Dus nee, dat we hebben een leuke relatie. Ja. Maar het is goed. Ja, vind ik ook. Het is altijd goed. Nou, wat wil je nog meer?